Iedereen gaat vanzelf zijn karma krijgen. Ik heb besloten het gewoon allemaal te laten. Ik ga mensen ook niet aanklagen of zo meer in april. Iedereen mag het allemaal hebben. Maar onthoud wel. Ik wil echt niks meer met Wilkies te maken hebben. Niks meer met Van Diepas. Echt gewoon echt niks met Andy. Niks met Janny. Niks met Lynn. Niks met Medi. Niks wat daar al familie van is. Samen bij hoort. Aanplakt, bijhoort, kind of wat dan ook, echt niks. Geldt voor de buren, allemaal hetzelfde. Ik wil echt niks meer met Evert te maken hebben. Ik wil echt niks met Sabrina, de vriendje. Ik wil echt niks met Nicole, niks met Alex. Alles wat daarbij hoort, wil ik ook echt niks meer mee te maken hebben. Niks. Geldt hetzelfde voor dat internet. Dat plagiaat, whatever. Stik erin, hou het, gebruik het. Ga er rijk mee worden, verdien er geld mee. Ga doen of je mij bent. Prima. Whatever. Hetzelfde geldt voor Inge en de hele zooi. En mijn hele fles gebruiken. Die video langs gaan, gasten uitnodigen. Het zogenaamd niet doorhebben waar Chris mee bezig is. Ondanks mailtjes die ze wel eerder gestuurd hebben. Dat een jaar lang die spelletjes doen waarbij ik gewoon de mail naar buiten breng. Voor iedereen alles duidelijk is. Hetzelfde voor Joey. Die zelfs daarna nu nog mijn mailtjes gaat sturen en Janny de lijn gaat hangen. Waarom dat Chris blijft. Het is echt alles wat daar al bij hoort. Daar al omheen hangt. Want hè, 144 chat met Ricardo en Angela. Met een Leo, met een Hans, met een Kevin Shelby, met een Dave, met een Alice, met een Hans, met een... Allemaal. Daarbij hoor, hoef je echt, ik hoef niks meer met hun te maken te hebben. Hun zijn allemaal vuil, smerig, allemaal aan het zuigen, maar wel aan het doen alsof ze onderwereld, Hollow Earth, of dat ze Pleiadian, of... Over 5D, ze zijn met Zilo bezig. Maar allemaal met deze smerigheid ook bezig geweest. Met Mike Theeuwen, met een Stella Baan, dat hele tyfop met een Barry Henderson. Met hun allemaal. Alle namen wat ik op benoemd, waar ik last van heb gehad. Ik wil niks van hun, niks met hun te maken hebben. Ik ga niet stoppen met dit. Maar ik hoef ook niet meer met hun bezig te zijn. Het is voor mij duidelijk. Het is voor meer dan 500 mensen duidelijk op internet. Het is voor alles wat om buren, vrienden, familie heen hangt. Echt, ik hoef ook echt... Ik heb nooit wat met Sandra te maken gehad. Hè? Ik heb haar misschien 10 keer gezien of zo. Het is nooit echt iets en meer. Of meteen de volgende dag weer bellen. Er zaten elke keer vette periodes tussen. Waarbij ik de laatste 2 keer... Het hoefde niet. Hier op het internet hoefde eigenlijk ook niet. Dat streamen, nou, dat komt dan wel. Vond ik prima. Toch weer langs willen komen. En omdat ze naar Zweden toe ging. Het huis al verkocht in Nederland. En bij de ouders zat... Stiekem wel blowen, want dat mag niemand weten. Mocht ze hier wel komen. Het enige wat ze hier kwam doen was drama, zielig, triest. Haar problemen over de moeder, de vader. Een oude man die geregeld bij haar langskwam. Veel te seksistisch was. Alles bij elkaar. Het is alleen maar onzin, trauma's. En ondertussen alles stelen. Echt alles wat daarbij hoort. Dus ook die vriendin van Jessica, ook die bovenbuurvrouw boven Alex. Alles wat daar al mee te maken heeft. Hetzelfde geldt voor Joren en al die onzin wat daar omheen hangt. Ja, ik moet nog mijn wiet kopen, anders waren die dingen ook klaar. En weet ze ook, want daar noem ik ook gewoon alles op. Is het echt alles en iedereen. Dus ook een core online, wat echt gewoon duidelijk ook bij hun hoort. Tot... Alles, zo'n Mireille met haar narcisten specialist. Alles waarvan ik gewoon weet dat het bij jullie één groot zooitje zijn. Allemaal tupperware autoverkopers. En anderen hebben gewoon niks te bieden, maar willen wel een soort van soeverein leven. Niet werken, lui zijn. En andere mensen beroven. Mensen in psychoses willen hebben. Erfenissen stelen van andere mensen. Allemaal oplichting. Gewoon
een cult die bezig is met drugs, met hoeren, dus gewoon een soort van mensenhandel, waarbij de brainfuck en de cult, gaat door mijn hele leven. Dus de dingen die bezig zijn, misbruiken ze ook kinderen, gaat het om pedofielen beschermen, wat er ook gewoon bezig is, is het gewoon het team, wat Fidère is, waar ik last van heb, en hoef ik niet eens het Fidère, nee, alle namen die ik nou opgenoemd heb, dat is Fidère. Is het gewoon een tak? Is het een, zou het een vangnetje? Zouden het allemaal mensen moeten zijn die me moeten, zouden kunnen helpen? Maar ik zie waar ze mee bezig zijn. En hun zijn niet eens mijn probleem. Hun waren niet eens mijn probleem. Want de meeste kijken. Ze zijn me allemaal aan het kopiëren. Zelfs Fidère, hoe die zichzelf omschrijft, is geïnspireerd door mij. Zo laat iedereen. En daarom zijn het allemaal vieze ratten, vieze slangen. Dus wat hebben we? Geniet ervan. Ik heb al lang, ik heb echt gezien. Er zijn nieuwe deuren voor me open gegaan. Stik in alles wat jullie graag genieten in de materiewereld. Geniet daarvan. Geniet ervan. Niet komen doen of je aan mijn kant staat. Of je me wou helpen. Iedereen is smerig, vies, verraad. En tot vallen meldingen maken bij politie. Meldingen maken bij GGD. Ten eerste, DNA-test aanvragen en binnen een 6-uur frame ook melding maken bij politie, want hij gaat me vermoorden terwijl ze is 9 maanden zwanger van me geweest. Wanneer die DNA-test komen ze om de beurt binnen, de ene week eerder dan de andere. Dus waar ik mee wakker word, kan net zo goed andersom zijn. De brainfuck die daarin zit, whatever, wil ik ook niet eens meer mee bezig zijn. Het is dat ik in een jongetje zit. Geen geld, anders had ik mijn achternaam veranderd. Zelf nu hier in het wespennest. Ik zit hier echt in een wespennest. En iedereen die weet het. Alles wat ik op heb benoemd weet het. Daarom hoeft ze ook niet te doen weer alsof ze goed zijn. Zolang ik hier al zit, prima. Kan ook niet verhuizen of zo. Heb je ook geld voor nodig. Het is alles bij elkaar. Allemaal vies stinkverraad. Dus ik doe nieuwe deuren open. En niemand die gaat via de achterdeur binnenkomen. De nooduitgang die jullie allemaal genomen hebben, ga je zeker niet naar binnen komen. En alles wat via de voordeur naar binnen wil komen, en je hebt een etiketje hangen, of je hoort ergens bij. Je snapt er echt helemaal niks van. We gaan licht schijnen op het donker. Jullie zijn het donker.